is de gele truidrager in de Ronde van Frankrijk. En de kans is groot dat hij zondag als winnaar wordt gehuldigd op de Champs-Élysées. En Louis van Gaal heeft gisteren in Los Angeles een oude bekende van zijn nieuwe club Manchester United welkom geheten. Oudspeler David Beckham kwam in het spelershotel kennismaken met Van Gaal, die vandaag start bij die club als manager. Ja, trouwens, de aandeel Manchester United schijnt gestegen te zijn sinds de aanstelling van Louis van Gaal. Dus economisch gezien geeft hij ook een boost. Ze hebben er vertrouwen in, kennelijk. Ja, maar dat is lekker. En dan het weer. Voor de zonnige dag vandaag in het Zuidoosten is er vanmiddag wel wat kans op onweer. En de temperatuur ligt vandaag tussen 26 graden op de Wadden en 29 graden in het binnenland. Paul Overbeek van de VED. Is er al wat filevorming te zien momenteel ten Nederlandse snelwegen of niet? Nou, ik zoek ze onderhand met een loop, maar ik kan ze helemaal niet vinden. Er staan helemaal geen files op dit moment. Hou er wel eventjes rekening mee in verband met de rouw vandaag. Dat de snelwegen de A2 en de A27 vanmiddag gedeeltelijk worden afgesloten. Wanneer de lichamen van de slachtoffers van de vliegrampen worden overgebracht. Vanaf Eindhoven richting Hilversum. Enkele kilometers voor de kolonne en enkele kilometers na de kolonne zal de rijbaan dus worden afgezet. En Rijkswaterstaat hier roept overigens de mensen op om vooral niet stil te staan langs de route. Ja, betekent dus dat ze waarschijnlijk een kwartier voordat ze voorbij komen de boel afzetten en dan daarna weer meteen vrijgeven dat iedereen erachteraan kan rijden? Ja, het is, je kan het een beetje vergelijken met hetzelfde protocol als met Obama. Daar vond dat ook allemaal plaats. Dan werden de kruisingen afgezet. En dat zal dus vanmiddag ook gaan gebeuren. En dit om een vlotte en vooral ook een waardige doorgang te kunnen garanderen. Oké, nou goed, dan weten we dat. En ja, ik neem aan dat iedereen daar gewoon een klein beetje rekening mee kan houden. Dankjewel, Paul. Beste Radio Veronica. Zometeen praten we over de Tour de France. Met Maarten Duco. Ja, dat is weer eens even wat anders. Even iets luchtiger voor onderwerp, jongens. 2 over 7:30. Goedemorgen.